Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Leuke dag in Rotterdam. Weet u, ik blijf u zeggen. Die met dat mooie weer en dat soort dingen. Dan, ja, je vergiet ze natuurlijk en zo. Dan wil je er het niet over hebben. Want ja, Isabi toch mensen, Suriname is alleen maar weer de lasting. Weet u, vreselijk lasting. En dat soort dingen, ja. Mensen willen gewoon niet in Suriname, Isabi. Mensen willen niet veranderen, willen geen vooruitgang brengen. Abong, Oesdong, Heerboen, zo. Libono, Isabi. En ja, goed. Laat maar gaan. Isabi, zomaar naar Uno Fugo doen tegen het dag. Jongen, nou, doe zo, doet Isi, doe dat, die doet zus, dus zo, weet je. Is niet aan ons besteed. Wat ze ons niet kunnen weerhouden, is dat we het aan tak overdenken. En we dan dat overal konden voelen. En ja, af en toe kom je met een paar oplossingen. En je zegt, jongens, zijn nog bij doen als dan zo, dit, dat of zo, weet je. Maar je bent niet verplicht om te luisteren, weet u, naar onze voorstellen, naar onze inzichten. Dat hoeft niet. Jij bent daar ter plekke. Je moet het daarmee maar gaan regelen. Uiteindelijk heb jij daarvoor gekozen. Hoe voelt takkie tak, ja. We gaan dat land een beetje opbouwen, we gaan dit doen en dat doen. En ja, mensen hebben op jou gestemd. Dus ik zou zeggen, ga maar regeren en ga maar doen. Ga mooie dingen doen voor het land. En maak Surinamers, zowel de achterblijvers en de mensen die vertrokken zijn, maak ons trots, weet u. Zolang dat niet het geval is, mensen, dan ja, denk ik dat je gewoon voor jezelf bij jezelf te raden moet gaan om te zeggen van moet je luisteren, ja, is heel erg dat dit ding plaatsvindt. Maar ja, het is niet anders, mensen. Isabi toch, ik zeg altijd, wij zouden geen Surinamers zijn natuurlijk. Ik voel een beetje van lobradjari, van lo, onzinnigheden. Maar nogmaals, het is en blijft dat land waar we geboren zijn. En ja, wat moet je ermee, mensen? Isabi. Dat is dat vervelende ervan, Isabi. Dat ding houdt je zo bezig. Soms. En soms schaam je je vreselijk diep ervoor. Hè? Weet u. Dat mensen in staat zijn om dit soort dingen te doen. En ja, dat mensen in Suriname daar ook mee weg kunnen. Dat want dat hier de bevolking van Suriname is zodanig achterop gesteld. Zodanig teruggeworpen in de middeleeuwen. Dat wie zwaar man komt op mijn podium, man verteer je man, lokoeterwals naar de zand, dat ieder man brieven toch, weet u. Maar, wat gaan we doen, mensen? Laten we drie dingen kijken even. Vandaag, Asani voor Ramdin, want Ramdin gaat een beetje vervelend doen, weet u. Met name, kijk, Isabi toch, wat ik je Surinamer zeg, van moet je luisteren, kijk, Suriname heeft geen vrienden, mensen. Totaal geen vrienden. En ja, Nederland begint. Probeer je voor knopen de banden weer aan met Suriname. Tak weer, hè. Laten we op een diplomatieke manier met elkaar omgaan. Zoals het betaamt, hè, mensen. Zoals het betaamt. Weet je, dat je beschaving toont. Dat je zegt met alle landen. Want ja, we hebben die landen gezien, toch, China? Hey, je hebt ze naar een beetje matiefje. De mij investeren, ja, maar ja. De mij investeren, ik voorteer, ja. De mij investeren, dit is Riffy. Dat je een paar kruimels krijgt. Hey, hybrid is zodanig. Moet jij weten, vandaag kunnen wij totaal niets doen. Weet u? Omdat alles in handen zit van Chinese merendeel. Die al onze rijkdommen wegdragen. En ja, niemand, een woman in kastraat, die kan protesteren, dit is aan dat. Weet u? Oké. We gaan een beetje kijken met dat ding van Ramdin, want ja, hij gaat Nederland een beetje lastig vallen, mensen, vind ik dat. Weet u, want ja, het gaat om puur privé zaken, binnenlands politiek, waarbij een ander land zich niet in mee mag inmengen, weet u. Die rommel van Boutersen met die 25 dingen. Ik wil er toch iets over zeggen, want ja, daar zie je hoe achterlijk dom wij Surinamers zijn, hè. Weet je, en als je dat ding kijkt en die Surinamers begrijpen dat niet, mensen. Weet je, ze zijn napdappé, pe amang, ik kota odogide. Jullie hebben toch niet zo slim gestemd.
En alle mijn lafhoenaren is dat, weet je. Daar zie je dat hij boters heeft belazen. En hun hebben boters belazen. Dus het zijn gewoon een hele bende oplichters bij elkaar. En dan lachen ze en dan dollen ze ermee. En dat soort dingen, ja. Boters investeert zo'n monigie-pakket, vragen aan alle desandati. En wat heb je gedaan? Ik denk dat ze niet langer aan het kijken en ze dat in de stem gaan maken. Want ja, die man heeft 16 zetels maar gehad. Van 26 naar 16, dat is een hele afgang toch, mensen. Dat is een duidelijk teken. Dus ja, de man zal langer aan het tikken. De man ook hier terug. En je zal langer aan het tikken. Die langer. En je had bepaalde verwachtingen daarvan. Ja, in ook kiezen. Dus ja, de bedrieger bedrogen. Weet u, wat zit je daarmee op? Hij zal iemand verloren zijn. En wat het meest belangrijke voor mij is, mensen, is dat ding van de exilos. Daar moet je aandacht aan besteden, want Suriname gaat in zwaar weer terechtkomen, mensen. Je kan dat niet uitleggen aan Surinamers, omdat ja, Isabi, onze hoofditems naar Nederland, ook Kambering in Nederland altijd, naar de Sanati, Isabi. En daarnaast, ja, je kent onze troefkaarten toch. Slavernij, kolonialisatie en racisme. We zijn slachtoffer, Isabi. Dus ja, we gaan ons in de slachtofferrol begeven telkens. En ja, we weigeren te kijken of er eventueel de mogelijkheid bestaat dat je de Mankaro zelfdader ook doet. Nee, 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 we zijn altijd slachtoffer. Snap je? We hebben nooit wat gedaan. Dat is dat hele issue. Maar we gaan luisteren, mensen. Kijk, meneer Ramdin heeft iets gezegd. En dan aan de hand daarvan gaan we op dingen. En ik kom zo bij mijn episode, mensen, want ik zie het al dingen volstromen. Maar laten we luisteren wat meneer Ramdin gezegd heeft. Ik vind het wel een beetje jammer hoor, want kijk, wij bij Stanvast hadden dit al lang gezegd, aangekaart. Het ging om die PVV-kamerlid die dan uitspraak had gedaan. En ja, je weet toch, kijk, Surinamers hadden zich gefocust alleen op één ding. Ja, de documenten, 8 december documenten, het dossier die 60 jaar is opgesloten en kluis en dat soort dingen. Weet u, die moet geopenbaard worden. Ja, nou, ik zeg u eerlijk, je mag dat geloven hoor en dat soort onzin. Maar wij die hier wonen en die regelmatig op bezoek gaan om dingen te onderzoeken en dat soort dingen. We weten dat dat ding open is voor het publiek. Maar ja, je mag geloven wat je wilt. Dat is naar uw zaak. Maar men heeft zich daarop gefocust. Ik, in mijn programma althans, had deze man aangekaart. En meneer Sukugrani, meneer Sukufuser, mensen. Meneer Lobas aan dat schrijft, daar zit ik niet hiervoor. Maar ik had zijn statement wel benadrukt. Weet u waarom? Omdat ik vond dat, ja, moet je nagaan, Isabi. En daar zie je dat ding toch, wat ik altijd zeg tegen Suriname. Kijk, deze man heeft nooit zijn voeten in Suriname gezet. En toen Moïsikaba dat nonsens had gezegd over Blok, Stef Blok, Isabi. Van ja, van makatak over ze, nooit aan man konja, nooit aan man sabi, nooit aan man si. Ja, en toch, kijk, deze man heeft een hele scherpe analyse over Suriname gemaakt. En dat probeer ik Surinamers duidelijk te maken van, je moet ophouden. Ik ook, ik ben ook zo. Ik ben meer dan 20 jaar niet naar Suriname geweest. Meer dan 20 jaar, mensen. En ik zeg je, als je een goede analyse van Suriname wil maken, moet je ervoor zorgen dat je niet naar gaat. Je noemt God op jezelf, zelf. Met de manco, sorry, die, dat is dus zo. Nee. Je moet kijken naar allemaal rapportages buiten Suriname. Ja, van de IMF. Van de ratingsbureau die Suriname een bepaalde rating gaan geven met betrekking tot financiën, met betrekking tot mensenrechten, ja, OAS, rapportages, rechtbankverslagen van de OAS, met betaling tot de verbinding Suriname met dingen, hoe heet het, Europa, ja, moet je kijken naar CARICOM versus CELAC, ACP-landen in het geheel, ja, ACP, African, Caribbean en Pacific, toch? ACP, landen. En CELAC. CELAC is het onderdeel van Europa die deze landen ondersteunt en dan vergaderen ze. Je moet naar die verslagen gaan kijken. Maar je zegt van, hoe is dat dan? Nee,
te veel leeswerk bij, gek. Nog eens een tik met Engels en dan nog erbij is dat ding in Engels. Ja, voor iemand van Trinidad is het makkelijk lezen. Iemand uit Suriname, moeilijk. Weet u, mensen. Maar if you want Sabina, dan moet je gaan lezen. Begrijp u? Dan krijg je dat supranationale dingen, weet u. Dan krijg je andere organisaties. WHO bijvoorbeeld. Kijk, die rommel die ontstaat met meneer Ramdin. Surinamers beseffen niet en weten niet wat er gebeurt met elke minister ter wereld. Ja, van volksgezondheid. Overal, elk land in de wereld. De minister van volksgezondheid. Die is de persoon die alle klappen opvangt. Ja, want ja, onredelijkheid, onbekendheid. Ja, over het virus. En ja, hij moet iets komen vertellen. En ja, hij dacht, dit zou ik vragen. En daarom zeg ik van, ja, God de mens om slice. God de mens om slice. Mensen, Isabel, no do dong. Want als ik sommige criticasten hoor en hoe programmamakers ze toelaten. En die programmamaker die houdt zijn lippen stijf op elkaar en nooit die man aanspreken erop. Ik weet niet of het achterlijke domheid is van zulke programmamakers, hoor. Weet u. Dat ze die mensen de tijd en moeite geven om dit soort dingen te verspreiden. Maar mensen, dat is dan op wereldniveau, hè, Isabi. Maar dat ding van Ramdin, ik begrijp niet waarom hij tot zoiets toe overgaat. Want hij had het over Brunswijk. Hij vond dat Nederland Brunswijk met respect moet behandelen. Ja, wat voor nonsens is dat, mensen? Wat voor nonsens en Larry Koekolder kul is dat? Jij bent maar een minister van Buitenlandse Zaken van Suriname. Dan ga je een land in Europa vragen om te komen zeggen van ja, je moet onze vicepresident met respect behandelen. Nee hoor, dat gaan we nooit doen. En ik hoop dat Nederland en Europa bij zijn principes blijft om te zeggen van moet je luisteren, mensen met een strafblad. En mensen die hun eigen burgers vermoord hebben. Dat we die nooit en te nimmer een podium gaan geven. Wat jij in Suriname doet en als je dat ding daar zo goed vindt en goedkeurt, dat is jouw zaak. Maar het heeft wel consequenties voor ons. Want ja, wij gaan daar niet mee in zee. Dat doen we niet. Omdat onze burgers met verkiezing ons gaan bestraffen van ja, maar ja, je bent bezig met Robert Mugabe, je bent bezig met Idi Amin, je bent bezig met de prins van Saudi. Weet u, wij doen dat wel met onze stemrecht. Ik althans niet, want binnen stem, maar op een andere manier. Weet u, kan u ook invloed uitoefenen. Snap u, mensen? Dus, die meneer Ramdin, ja, ik weet niet wat er met hem aan de hand is, of hij onder druk is gezet om dit soort kolder te komen vertellen. Weet u, maar je kan onmogelijk vragen aan een derde land om mensen te gaan respecteren die jij gekozen hebt. Het is jouw zaak, het is jouw pakje aan, het interesseert ons niet. Je mag kiezen wie je wil, ja? Maar het is jouw keuze. Maar het is ook de andere man zijn keuze, want ik ken dit ding nog met Boutersen. De EU zou komen vergaderen in Suriname. En ja, die mannen hadden gezegd, ja, we komen niet. Want ja, moet je luisteren. Dat Surinaamse mensen op zo iemand gestemd hebben om te zeggen, ja, die man is onze president. Dat is jouw volste recht. Je mag dat doen, maar je moet ons niet dwingen om met die man, die manier in gesprek te gaan. Dat in om doe, weet u mensen. Want dat kan niet, dan kom je in ons beleid. En ons beleid is op iets anders gericht. Ja? Maar, wat heeft die meneer Ramdin gezegd, mensen? Even kijken hoor, ik moet goed opletten of er geen reclame tussen komt. Ja, daar heb je het al. Even kijken hoor, mensen. Ja, we gaan luisteren. ...kozen regeringsleiders. Middels deze op Suriname, de wil van het volk, de instituten... Even hoor, mensen. Het gaat helemaal mis. ...de identiteit van Suriname, de wil van het volk, de instituten en de democratisch gekozen regeringsleiders. Middels deze opsomming geeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking een sterk signaal af richting politiek Den Haag.
Dit deed de bewindsman onlangs in het parlement, naar aanleiding van opmerkingen die in de Nederlandse Tweede Kamer zijn gemaakt over vicepresident Ronnie Brunswijk. De regering van de Republiek Suriname vraagt de Nederlandse regering om respect en erkenning te hebben voor de democratische instituten en politici in functie. Deze statement is inmiddels uitgegaan en zal ook formeel worden aangeboden aan de ambassade hier te landen. Ik wil u mededelen, voorzitter, dat vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf den beginnen aan minister Stef Blok en meer recentelijk aan de ambassadeur Van der Zwan hier te landen onomwonden is aangegeven dat Suriname een soevereine staat is en dat wij democratische instituten hebben en dat die gerespecteerd dienen te worden en verder dat er geen oordeel behoeft te zijn. Middels een protestnota heeft de regering Santokki Brunswijk duidelijk gemaakt hoe Suriname denkt over de manier waarop Nederland zich opstelt. Eind januari, toen de Nederlandse Tweede Kamer vragen stelde aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken over de samenwerking Suriname-Nederland, zijn er uitspraken gedaan over de democratisch gekozen vicepresident Ronnie Brunswijk. Uitspraken die niet elegant zijn voor de vernieuwde samenwerking tussen beide landen. Voorzitter, de regering Santokki, een voormalig commissaris van politie die zelf uit het goede hout gesneden lijkt, is in de Nationale Assemblée afhankelijk van de 8 zetels van de partij ABOP van cocaïnecrimineel Brunswijk, die zelf vicepresident is geworden. En ik zie wel enkele risico's op het punt van stabiliteit en kwetsbaarheid van de Surinaamse regering. Ten eerste, als de steun van de ABOP ooit zou wegvallen, komt deze regering ten val. Een meerderheid van de partij van Santokki met andere partijen is niet mogelijk. Tenzij met de NDP, maar ik hoop dat ze dat nooit gaan doen. Maar een meerderheid van NDP en die ABOP van Brunswijk, plus nog 2 zetels van een kleinere partij, dat zou weer wel een meerderheid opleveren. Ik herinner er nog maar even aan dat Brunswijk vanaf 2010 tot 2020 ook al de regering van de NDP steunde. Dus geheel ondenkbaar lijkt me dat allemaal nog niet. En een tweede risicopunt is dit. Als Santokki onverhoopt uit zou vallen, hebben we ineens te maken met president Brunswijk. Want dan promoveert hij van vicepresident tot president. Dat lijkt mij voor Nederland, vanuit Nederland gezien, onwenselijk. En daar kan de Nederlandse regering toch echt geen verstandhouding mee opbouwen, dunkt mij. Hoe beoordeelt de minister deze 2 risico's die ik heb geschetst? Minister Ramdien zegt dat deze uitspraken als belastend worden ervaren. De bewindsman benadrukt dat Ronnie Brunswijk een volwaardige regeringsfunctionaris is binnen het kabinet en als zodanig het respect moet krijgen van bevriende naties. Door de minister. Ja, mensen, helemaal kolderen. Dit, weet je, kijk, Ronnie Brunswijk is leuk en aardig. De Surinaamse mensen hebben op hem gestemd. Prima, de Surinaamse mensen. Ja? If you want it, de Lekwangaro, dat is jouw zaak. Maar je moet je wel niet komen opleggen op andere landen. Dat hoort niet. En als je zegt dat je bij de OAS hebt gewerkt, ga ik ervan uit dat je op de hoogte bent van public international law, weet je mensen, public international law. En vooral met name diplomatieke betrekkingen, ja. Die 2 mooie verdragen, weet je, de Vienna Convention on Diplomats en de Vienna Convention on Consulaire Zaken, hè? Weet u zoiets in, zo, in die trend. Maar die 2 Weense verdragen. Ja, ik weet het niet, Isabi. Maar dit krijg je wanneer je dit soort rare uitspraken gaat doen. Snap je mensen? Dit slaat nergens op. Weet u, het is een privé aangelegenheid van Suriname. En dat blijft tussen Albina en Nikeri. Zodra je van Tjaringo over de grens. Ja, kijk, wat verwacht je dan? Het kan hoor, dat Nederland zegt, oké, goed, Tjaraman Kowalis Konkoiri, jongen, die man zit al bijna 40 jaar opgesloten in Suriname, met Kaman Konkoiri Pchinso, hoe gaan we een visum, koeie ping, weet u. Maar ik hoop niet dat ze overstag gaan, snap u. En dat ze gewoon bij hun principes blijven, Europa natuurlijk, weet u. Maar we gaan nog een stukje luisteren van hem. Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is aan Nederlandse bewindvoerders onomwonden aangegeven dat de vicepresident een integraal en ondeelbaar onderdeel is van de regering van de Republiek Suriname, democratisch gekozen
en geïnstalleerd in functie. Ja, kijk, je ziet wat er hier gebeurt. Hoor. Dus de VHP heeft de ABOP nodig. Dus ja, als jij je wil gaan verlagen tot al dit soort onzinnigheden en dan schade gaat toebrengen aan Suriname en vooral aan de economie van Suriname, ja, ga vooral je gang. Ga vooral je gang. Weet u. Maar weet dat jij averij gaat oplopen en je gaat Suriname meesleuren in die onzin van jou. Weet u. Omdat jij wil doorregeren en misschien ja, word je gechanteerd. Want die man heeft het open gezegd, die man van de PVV. Van moet je luisteren? Ja, moet je luisteren. Ik voel Brunswijk kiesensieke. Dat dacht ja, hé, mijn brokas aan die zee. Mijn gabouta. Dan wordt hij president, ja. Weet u mensen? Ja, en dan zeggen we van moet je luisteren. Kijk, moeten. Kijk, dit is dan een Nederlandse aangereerd. Moeten wij KLM-toestellen sturen naar Suriname? Vol bepak met goederen die wij uit Nederlandse belastinggelden moeten gaan kopen en sturen naar Suriname. Moet je dat soort dingen doen? Want dan een lasting, dan broekoe weer broekoe. Begrijp u in welke trend je dit moet gaan zoeken, mensen? Weet u, kijk, moet je luisteren, kijk. Als Brunswijk de VHP chanteert en zegt, hé, hier, nou, vind je nou bella, maar tegen hem, hier, het aquí. Hoe heet het? Als hij zegt, en hij wokko. En je doet het toch. En je kan niet helder denken om te zeggen, hé, maar hier, nou, vandaan. Ja, ik vind het doen, dat met wat boter. Ja, laat die man naar boter ze gaan. Weet u, dan naartoe, man. Twee handen op één buik. Dit toe dan, man, goed, man, precies. En laat Suriname dan vernietigd worden. Weet u, Surinamers willen dat. Wie ben jij? Als de Surinamer niet kan waarderen van, ja, moet je luisteren. Kijk, Santoki kan eventueel reizen. Ik, niet eventueel, hij kan reizen. Ramdine reizen ook toe. Meneer Agaibersin kan ook reizen. Al deze VHP-leden, je kan zeggen wat je wil. De man kan gaan door zijn kondre. Zonder of denk je dat, hé, jongen, van wat kan je maar horen? Weet u, mensen. Mijn naam gaat een boombeetje omweg. Go helemaal via Kenia voor China. Kijk maar naar de van Bouterse. Mijn naam loopt weg. De manier dat een rechter heeft uitspraak gedaan. Hey, snel, snel terug, wegwezen. Weet u, voor kan kom je toen? Nee, deze mensen denken maar, je moet je niet gaan mengen. Je moet geen medepleger gaan worden, medeplichtige gaan worden ter zake de vernietiging van Suriname. Want Brunswijk gaat geen vooruitgang brengen. En dan kan je dat vragen, maar ja, is lastig. Dus weet wat je aan het doen bent. Ik vind die andere statement veel relevanter voor Suriname dan die rommel van Brunswijk, moet ik u eerlijk zeggen. De Republiek Suriname is een soevereine staat waarbij de principes van democratie, good governance, rule of law en mensenrechten worden gerespecteerd. Ik zou zeggen, ga het maar bewijzen. Ga het maar bewijzen. Ja, vandaag is er een NRA, dat ga ik straks op terugkomen. Weet je, nu pas een NRA-rapportage buitengekomen van Suriname. Nu pas, hè. Maar goed, we gaan daar later op in. We gaan luisteren. In dat kader is Suriname dan ook lid van regionale en internationale organisaties, met name CARICOM, de Organisatie van Amerikaanse Staten, en de Verenigde Naties. Ramdine liet zich ook duidelijk uit over een verkeerde Surinaamse kaart die door officiële Nederlandse instituten wordt gebruikt. En mensen, dit vind ik relevant. Dit vind ik belangrijk. Weet u? Dit vind ik belangrijk. Dat van Brunswijk. Geen interesse erin. We praten erover en dat soort dingen, maar geen toegevoegde waarde. Dit vind ik belangrijk. De kaart van Suriname. Goed luisteren, ja? Volgens de bewindsman zijn de grenzen van ons land sinds 1975 bij de ondertekening van de onafhankelijkheidsakte bepaald en vastgelegd. Ten aanzien van de kaart van Suriname, daar is ook recentelijk aan de orde geweest dat Nederland bij het reisadvies dat gepubliceerd is een kaart heeft gebruikt dat niet in overeenstemming is met de brief die bij de onafhankelijkheidsoverdracht door de toenmalige minister van premier van Nederland, de heer Joop den Uyl, aan Suriname was overhandigd, waarin descriptief beschreven staat precies hoe de grenzen zijn van de Republiek Suriname. Wij hebben gemeend daarom
deze week de Nederlandse ambassadeur te ontbieden en in duidelijke bewoordingen aan te geven dat het handelen dat zij hebben tentoongesteld niet in overeenstemming is één met het historisch feit dat de grenzen in 1975 goed zijn vastgelegd en per brief zijn bevestigd, maar dat het ook niet past in het kader van de betrekkingen die wij proberen aan te halen op dit moment met Nederland. De Nederlandse regering... Ja, heel erg, mensen, dit, dat hij zo stom is om dit soort dingen te gaan doen. Maar, mensen, kijk naar dat kaart. Die man refereert naar 1975, leuk. Maar wat dacht je dat er gebeurd is in 1975? Zijn er dingen stilgestaan? Ja, in Suriname, weet je, zijn we teruggeworpen tot de middeleeuwen. Maar andere landen zijn gewoon verder gegaan. Meneer Barjakdeo, ja, heeft gewoon zijn stappen ondernomen. Weet u, en is naar de, hoe heet het, International Tribunal, ja, de UNCLOS, de United Nations Tribunal of the Law of the Sea, UNCLOS, is hij gegaan en heeft gezegd, wat moet je luisteren, kijk nou, territoriale water en dat soort dingen van Suriname, ik wil mijn grenzen bepalen. Ja, als jij als Surinamer niet zo, we hadden één grote geweldige luitenant-kolonel, DDB Boutersen, Pedat Bede, hallo weet toch, nooit algo. Je moet niet over Tigre met hem praten, want hij bij vrede. Hij kon alleen maar onschuldige burgers doden, weet u. Maar om te gaan vechten, voor een Suriname, de man die zegt, hij is een nationalist. Ik zou zeggen, ga die, wie die man, die Guyanese daar verjagen toch. Weet u, wees een man. Je bent luitenant-kolonel naar de Sanity. Snap u? En, in januari had meneer Ramdin ook al iets gezegd over, want het gaat om dat Tigri-gebied, hè mensen. Je blijft maar met dat rommel doorgaan en zo Suriname kan het er nog niet overheen. Maar meneer, hoe heet het, die gaat ervan uit dat de kaart van 1975 is relevant en is actueel. Ja, dan vraag ik me af, waar heeft hij al die tijd gezeten? Want ja, de kaart van 75 spreekt niks en zegt ook niks. Er zijn allerlei stappen geweest. En Suriname heeft dingen nagelaten te doen. Dus zie dat je, Guyana heeft wel stappen ondernomen. En Guyana staat weer sterker in zijn schoenen juridisch. Moet je niet klagen. En heeft Guyana gwe naar een klosbakken om de grens te bepalen, heb je grote kans dat Suriname gaat verliezen. Waarom? Omdat we gezeten hebben. We hadden een geweldige minister van Defensie, man Bensdorf. Isabi Hogeri Ingiman. Maar die moest zijn enkel doen. Is aan die zee. Ja, maar bij Kibribakawan. Isabi de Bon toch mensen min af tegen. Weet je. Maar we gaan luisteren wat meneer Ramdin destijds had gezegd. Dat was in januari. Dus we zijn in maart nu. En dat ding van meneer, die meneer van PVV, wat hij gezegd had over Brunswijk. Ja, dat speelde ook in januari. Ik had het in mijn programma laten horen. Weet u, en ja, Surinamers lopen altijd achter. Ja, dat soort dingen, weet je. Naar deze zaak, mensen, laat hun. Maar Ramdin moet niet vergeten. Er zijn vele Hindoestaanse mensen die op de PVV stemmen. En waarom niet? Kijk, zo'n analyse van die man. Wij juichen dat toe, want hij legt je uit, precies net als wat ik gezegd heb, van ja, kan je Brunswijk vertrouwen? Sedert het begin, toen de verkiezingsuitslag en we zagen dat er toenadering werd gezocht tot de ABOP. Kun je Brunswijk vertrouwen, dat programma? Weet je, we hebben altijd gezegd. Ik heb nog bij het afgelopen gesprek laten, programma laten horen van moet je luisteren, kijk. In het kader van dat debat dat is gevoerd op 26 februari zag je dat de zwakke schakel met betrekking tot surfen alleen één persoon was, de ABOP. Brunswijk kon daar niet tegen. Hij is niet geknipt voor dat functie. Ja, ik heb u ook laten horen. Belfort, die zegt dat gewoon openlijk ook, mensen.
Maar genoeg gezegd over dat. Tigri mensen. Dus Ramdin vindt dat, ja, Nederland... ik gebruik wel een kaart van Suriname. Want Nederland gaat naar de UN. En die vraagt, ik wil een kaart van Suriname. Hoe zit het? Ja. En dingen, hoe heet het? Guyana heeft een kaart gedeponeerd, mensen, bij de Verenigde Naties. Ja, en wat heeft Guyana gedaan? Amang, mekwan jong karta, met dat grondgebied van Tigri, erop. Dus ja, hij zegt, Guyana zegt van, dit is mijn grondgebied. En gedeponeerd, waar het behoort te worden gedeponeerd. Bij de VN, en nu krijg je meneer Ramdin, iemand van de OAS, die toch een beetje internationaal georiënteerd is. En die man zegt van, ja, we gaan bij Nederland in een protest. De nota gaan we schrijven van, moet je luisteren, kijk. Sedert 1975, Isabi toch. Dan gaat grens niet naar dat die goede toch niks aan. Van, ja, maar wat heb je vanaf 75 tot 21 gedaan? Niets toch? Ik voor man kwam aan te kiezen, niet, aan bezetting. Aan occuperie, gro. Dat van je poera man. Ja, biefgaakroute toch, heb je dat gedaan? Dus je moet niet kletsen. Je moet niet kletsen. Met dat kaart. We gaan luisteren wat hij dat ook had gezegd. Hè? Woorden van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS. Hij sprak donderdagavond in het actualiteitenprogramma Achter het Nieuws. Zowel Suriname als Guyana eigenen zich het gebied dat aan Surinaamse zijde ligt toe. Echter, dit grensconflict heeft geen invloed op de relatie tussen de twee buurlanden. Wij willen werken naar een positieve agenda. Een agenda waar een stukje vooruitgang mogelijk is voor beide landen. Dat er een probleem ligt in het zuiden van Suriname, dat Tigri heet. En ik laat me duidelijk zeggen, wat mij betreft is Tigri van Suriname. Oké? Heel gelukkig. Guyana denkt er anders over. We hebben onze eigen visie. Maar het betekent nog niet dat dat een obstakel moet zijn voor die verdere samenwerking. Ja. Dat is volwassenheid. Het betekent ook dat we politiek realistisch zijn, dat we dat ook niet moeten vergeten. We zijn ook niet gek. In oktober van het afgelopen jaar heeft de Nationale Partij Suriname, NPS, een discussieavond gehouden over het grensgeschil tussen Suriname en Guyana. Gregory Rusland, een van de inleiders, gaf aan dat er sinds de 17e eeuw is besloten dat het betwist gebied behoort aan de staat Suriname. Voeren van de discussies, wij merken dat nog gisteren de president van Guyana een kaart presenteert bij een activiteit waarbij het zuidelijk gebied, dat Surinaams grondgebied is, wordt geclaimd door de Guyanese. Dat geeft allemaal voer tot discussie, tot nadenken wat betreft de positie van Suriname. Wij hopen natuurlijk dat wij zo snel mogelijk kunnen komen tot de oplossing van die problemen die er zijn, om zo verder te kunnen gaan met de ontwikkeling van ons land. Alle problemen, dus ook die met de buurlanden, zullen volgens de juiste procedure worden opgelost, benadrukt minister Ramdin. Het is volgens hem wel belangrijk dat Suriname op zijn standpunten blijft, ondanks de samenwerking met Guyana. Dus we gaan alle problemen oplossen op het juiste moment, met de juiste technieken. Er is een grenscommissie, die heeft een bepaald mandaat, die gaat ons helpen. En kijk, uiteindelijk zijn er zoveel andere systemen in de wereld waar het mogelijk is grensproblemen op te lossen. Ja. Wij zijn niet het enige, er zijn 200 grensproblemen op het westelijk halfrond. Ja. En integratie, de samenwerking. Ik ben op zoek gegaan naar die 200 grensproblemen, hè, op het westelijk halfrond, mensen. Dat is toch westelijk halfrond, wordt Europa genoemd, toch? Snap je, mensen? En dan denk ik, die 200 problemen, ja, ik weet niet waar ze zijn, maar het kan aan mij liggen, weet u, dat hij meer informatie heeft dan mij. Uiteindelijk kan men eens naar OAS, weet u. Maar, je weet toch, we zitten hier met Schengen, ja, maar laten we daar niet op focussen, mensen. Laten we luisteren. Tigri. De beperking wordt mede daardoor beperkt op het zuidelijk halfrond. In Zuid-Amerika. Ja. Dat kunnen we niet hebben. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we daar heel smart en heel duidelijk over zijn, zonder onszelf weer te verliezen. Wij weten waar we staan.
De topman van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking benadrukte ook dat de benadering van de regering Santokki-Brunswijk betreffende het buitenlands beleid gericht is op Suriname eerst en dan de rest. Ja hoor, Suriname, we gaan je veel geluk toewensen. Maar hij weet waar hij staat, hè mensen. Kijk nou, ik betwijfel het of hij weet waar hij het over heeft, zelf over heeft, hè, weet u. Want kijk, dat Guyana wel werk maakt, ja, van zijn grenzen en Suriname dat nalaat, omdat, ja, we hebben een bange scheiter, als het ware. Weet u, als president gaat 40 jaar, die, ja, totaal niks heeft betekend voor zijn bevolkingsgroep. Voor zijn bevolking, hè, weet u, in Suriname. Ja, dat is erg, hè, mensen. Maar wat heeft Suriname dan nagelaten te doen? Weet u, mensen, Suriname moet toch iets hebben nagelaten? Ja, Suriname heeft één belangrijk punt nagelaten te doen, mensen. Want kijk, meneer Ramdin kan zich beroepen op die oude landsgrenzen die fictief aan Suriname werden gegeven in 1975. Weet u, maar moet je luisteren, kijk nou. Jij had dat behoren te regelen tijdens de onafhankelijkheid. Laat Nederland dat regelen met Guyana. Maar dat heb je nagelaten. Dat is klagen nou. En je kan geen beroep doen op die oude landgrenzen. Dat kan niet, mensen. Weet u, dat is passé. Omdat we leven nu in 21 en die situatie van toen is niet meer geldig nu. Je ziet het toch? Guyana heeft zijn landgrenzen bepaald en heeft gezegd, ja, inclusief Tigri. En wij kunnen dan roepen en van alles doen. Maar ja, mensen, sorry. Zo werkt het niet in het internationaal recht. Wat hebben wij Surinamers nagelaten te doen in die 40 jaar? Ja, we gaan luisteren wat we niet hebben gedaan, mensen. Goed luisteren, ja, wat we niet hebben gedaan. Het is duidelijk dat fiscale juridictie in de EEZ laten gelden makkelijker gezegd dan gedaan is. Is de regering op de hoogte dat Suriname na bijna 41 jaren nog nooit een officiële kaart met officiële coördinatoren heeft gedeponeerd bij de VN? Weet de regering dat GLIS niet over de middelen beschikt om dit werk te doen? Weet de regering dat verschillende landen claim leggen op 5 zeemijl uit die 150 zeemijl die behoort tot het continentaal plateau? Ja, mensen. Ja, weet de regering, weet meneer Ramdin, dat Suriname 41 jaar geleden, al 41 jaar lang, geen kaart heeft gedeponeerd bij de VN. Niet bij Nederland, om Nederland te komen vragen, hé, hier is die snakkaart. Nee, Nederland moet zich houden aan de regels, mensen. Dit is de kaart die Guyana, want ik ga geen ruzie zoeken met Guyana. Guyana zegt, dit is van mij en ik heb mijn kaart gedeponeerd. Suriname, heb jij een kaart gedeponeerd? Nee. Ga maar luisteren weer. Overtuig jezelf. Weet u, u moet mij niet geloven. We gaan luisteren, mensen. Het is duidelijk dat fiscale juridictie in de EEZ laten gelden makkelijker gezegd dan gedaan is. Is de regering op de hoogte dat Suriname na bijna 41 jaren nog nooit een officiële kaart met officiële coördinatoren heeft gedeponeerd bij de VN? Weet de regering dat GLIS niet over de middelen beschikt om dit werk te doen? Ja, we hebben andere prioriteiten gesteld. En dan nou je kombari. En dat kan toch, mensen? Weet je, dat kan niet, dat mag niet. Snap u? Dan kan je wel roepen van, ja, Tigri is van ons naar de Wandati. Ja, als je Tigri wilt hebben, dan had jij ervoor moeten zorgen dat Tigri inderdaad in jouw bezit kwam. Maar dat heb je nagelaten. Snap je, mensen? En ja, 41 jaar lang heb jij niets gedaan daarmee. Wat zijn de consequenties dan? En dan ga je dat probleem krijgen van, moet je luisteren, kijk nou. Wat zijn de consequenties
voor 41 jaar lang zitten op je dode gat en niks doen? Ja, weet je, er zijn juridische mogelijkheden voor landen die wel 41 jaar lang wel stappen hebben ondernomen en waar Suriname niet aan kan tippen. Daarom zeg ik dat, kijk, als je kijkt naar het International Public Law, dan gaat Suriname Tigri verliezen. En het is al in het parlement ook al gezegd, hoor. En niet door niemand, maar door eenzelfde VHP'er. Weet u, ik weet niet waar meneer Ramdin was, want ja, we hebben van meneer Ramdin pas kunnen horen na de verkiezing toen hij benoemd werd. Maar daarvoor had de vicevoorzitter van het parlement, de huidige vicevoorzitter van het parlement, meneer Charman, al aan de bel getrokken. Ja, weet u, hij had duidelijk gesteld in het parlement van, moet je luisteren, kijk nou, wees op je hoede, wees op je hoede. Want kijk wat er staat te gebeuren. Ja, maar luisterden we dat? We hadden luitenant-kolonel en meneer Bensdorp. Weet u, hij vroeg het vraag aan meneer Bensdorp. Dus wat vroeg hij? Vroeg hij aan meneer Bensdorp. We gaan luisteren wat meneer Charman vroeg met betrekking tot Tigri. Ja, laten we luisteren, mensen. Als die lichten uitgaan, ja, lid Charman, die was de laatste. Lid Charman. Voorzitter, dank. Voorzitter, ik wil aangeven dat ik niet onder de indruk ben van de kleine karweitjes die de minister heeft genoemd in de sociale projecten, omdat dat niet de primaire taak is van het leger. De primaire taak van het leger is beschermen van de landsgrenzen en bewaken van de integriteit van het land. En daar laat het ministerie en de regering steekjes vallen, voorzitter. We leven in 2019. 1969 is het Tigri-gebied al 50 jaar bezet geworden. En niemand rept er een woord over, voorzitter. En u weet ook wel wat staatsrechtelijk de gevolgen zijn als u 50 jaar lang geen beheersdaden kunt voeren over een bepaald grondgebied. Dat u waarschijnlijk dat cadeau maakt aan het land dat dat wel doet. En ik wil graag de inzichten van de minister en de regering hierover. Dank u wel. Geen woord Spaans ertussen. Geen woord Spaans ertussen. Geweldig mooi, ja. Het is gezegd. En ja, meneer Bensdorp, je kan met die nonsens komen dat je plannen, je doet die zin aan de zand. Daar is het leger inderdaad niet voor. Ja? Dus wanneer meneer Ramdin komt kletsen met dat ding over, ja, we hebben de ambassadeur ontboden om te zeggen van ja, dit is de kaart van Suriname. En dat is allemaal larikoek, mensen. Allemaal larikoek. Weet u, het heeft totaal geen juridische waarde. Totaal niet. Ja, dus ik zeg één ding. Kijk, als jij inderdaad heeft gelijk, meneer Charman heeft gelijk, en je zou het verwachten van meneer Ramdin dat hij er komt en zegt, ja, ik begrijp dat Europa en Nederland een verkeerde kaart gebruikt, maar ja, we zitten met dit probleem. Maar dat doet hij niet. Hij gaat de ambassadeur op het matje roepen en zeggen van, ja, ik zei, zang, jongen, nalawilaw, je gaat de kwaaier, verkeerde kaart. Die hoekjes onafhankelijkheid, die sabi toch, Sambipsa. Hierzo, dit zijn de, waren de landsgrenzen, dan waarom hou je dat niet aan? Ja, als jij, meneer Ramdin, en de Surinaamse bevolking in een waanwereld wil leven, ga vooral je gang. Ga vooral je gang, weet u. En daarom vind ik het leuk, dat ding van meneer Charman, dat hij dat openlijk zegt aan onze geweldige minister van Defensie. En ja, onze geweldige opperbevelhebber toen, meneer Dizi de Reano Bouterse. Ja, kijk wat voor sufferd ze zijn, weet u, mensen. We gaan luisteren, mensen, nog een stukje. Ja, goed luisteren. Als die lichten uitgaan, ja, lid Charman, die was de laatste. Lid Charman. Voorzitter, dank. Voorzitter, ik wil aangeven dat ik niet onder de indruk ben van de kleine karweitjes die de minister heeft genoemd in de sociale projecten, omdat dat niet de primaire taak is van het leger. De primaire taak van het leger is beschermen van de landsgrenzen en bewaken van de integriteit van het land. En daar laat het ministerie en de regering steekjes vallen, voorzitter. We leven in 2019. 1969 is het Tigri-gebied al 50 jaar bezet geworden. En niemand rept er een woord over, voorzitter. En u weet ook wel
wat staatsrechtelijk de gevolgen zijn als u 50 jaar lang geen beheersdaden kunt voeren over een bepaald grondgebied, dat u waarschijnlijk dat cadeau maakt aan het land dat dat wel doet. En ik wil graag de inzichten van de minister en de regering hierover. Dank u wel. Ja, dus mensen, kijk nou, wij hebben deze mensen gekozen, weet u, en we hebben geen recht meer van spreken. Dat is het vervelende nieuws die je moet brengen. Want ja, dit is onze, hoe heet het, onze schuld. Onze schuld. We mogen niet klagen, weet je, we mogen niet klagen. Destijds was er een leuke discussie van meneer Marinus B., weet u, en Santoki. En die wil ik u niet onthouden, weet u. En dat, u weet toch mensen, we zeggen, het kan verkeren, het kan verkeren. Dan zie je wat er in Surinaamse politiek gebeurt, toch? Even kijken, hè? We gaan luisteren naar meneer Marinus B. En dan gaan we luisteren naar meneer... even kijken, waar heb ik dit ding gezet? Ja, oké. Okay. We gaan luisteren naar meneer Marinus B. Hij had dit te zeggen. Voor ons is het positieve competitie. En dat, we zijn niet bang voor andere partijen. Dus we hebben geen moeite wanneer andere partijen zich in gebieden komen waar wij denken dat we sterk staan. Dat is die democratische beleving. Voorzitter. Goed opletten, mensen. De spreker heeft het gehad over het Tigri-gebied. En wij, verleden is er een woord hier gevallen, losbandigheid. En op grond daarvan heeft men militairen gedirigeerd naar Mungo, Stafdorp, voorzitter. En het Stafdorp heeft men omgedoopt tot een militair terrein. Maar wat wij graag vanuit de ABO-fractie zouden willen, is dat diezelfde voortvarendheid waarmee men militairen heeft gedirigeerd naar Mungo, Stafdorp, dat te doen naar het Tigri-gebied. Want daar vinden er losbandigheid plaats. Daar vinden er activiteiten waar wij als staat, als land, niet weten wat er allemaal daar zich afspeelt. Niet op Mungo, waar mensen zich vredelievend en middels het bedrijven van sport in een bepaald gebied daarvoor wordt afgesloten. Dat is mijn bijdrage. Oké, okay, ja. Die mensen, dus ja, Tigri-gebied. En dit was het antwoord dat hij kreeg van meneer Santoki. Want ja, hij kaartte het aan. Hoe heet het, meneer Santoki? Werd bevraagd erover. En even kijken hoor, mensen. Ik moet het hier goed gaan zoeken. Ja, even. Ja, we gaan luisteren naar meneer Santoki, wat hij te zeggen had over de vraag van meneer Marinus B. Hè? Van ja, in Afkamongo corrigeri. Gwena Tigri, gosori ogri dabe. Snap je mensen? En hij heeft ook gelijk, hè? Ja. Weet u dat je dat daar zo moet gaan doen. En ja, wij Surinamers hebben dat nagelaten, dus ja, we moeten niet... kletsen erover toch, mensen. Laten we eerlijk wezen. Ja. Maar meneer Santoki gaat hem van repliek dienen. Van moet je luisteren. Kijk, hier. Dit is tijdens het bewind van Boutersen. Ja, Boutersen heeft nagelaten om stappen te ondernemen. Omdat, ja, het is een lafaard, mensen. Isabelle, man. Ik heb je altijd gezegd. Wanneer het weerloze burgers betreft, mensen als Daal, Kamperveen, en die zijn die. Die niet strijden met wapens, maar met hun mond en een pen. Weet je, die worden dan vermoord. Maar die ook iemand voor kan je naar doen. Dat is zijn opvoeding. Weet u. Maar we gaan luisteren wat meneer Santoki, meneer Marinus B. had geantwoord. Ja? We gaan luisteren, mensen. We gaan luisteren wat het antwoord is op de vraag van meneer Marinus B. Sir. We hebben het verhaal gehoord van atleet Doekie, dat wij daar niet gaan. Wel,
laat mij het voorbeeld nemen zoals wij dat gedaan hebben, voorzitter. Ik was inderdaad minister. En als de president van Brazilië, samen met de president van Suriname en samen met de president van Guyana, met elkaar overleg voert en ons beelden laat zien van er zijn bewegingen daar in het Tigri-gebied. En alle drie landen zeggen, hé, hey, dat zijn niet onze mensen, dat zijn niet onze activiteiten, dan nemen wij het besluit. Dan gaan we daar zo. En dan zijn we gegaan met een vliegtuig van Brazilië, met politie-eenheden van Suriname, geen legereenheden, politie-eenheden van Suriname en Guyana. En we hebben daar hele gebied afgekant. Dat is daadkracht tonen. Dat is opkomen voor je soevereiniteit. Dat is laten zien dat Tigri-gebied inderdaad onder onze controle plaatst. Er is verschil van mening, maar wij zeggen het is van ons. Dat verwacht ik van deze regering. Oké, nou ben je er. Ga je maar doen, zou ik zeggen. Ja, nu ben jij de baas. Maar ja, mensen, heeft wel een probleem. Heeft wel een probleem, omdat er 50 jaar tussen zit. En hij kan wat doen ook erin aan de Sandati. En als Guyana zijn kaart heeft gedeponeerd bij de VN, dan is het daar bekend. Voor de VN staat het vast dat dat de grens is van Guyana. En dan, je kan corrigeren nu. Ja. Dan ga je het op de juridische weg moeten bewandelen. Wie is feitdraaiing? Dat is die nonsens die meneer Ramdien kon vertellen. Het is een voormalig lid van de OAS onwaardig om dit soort dingen te gaan zeggen. Snap u? Dat gedeelte van Brunswijk, dat laat ik gewoon voor Surinaamse begrippen, Isabi. Het is leuk voor de bühne. Maar als je komt kletsen over een vlag met een kaart, ja. Geen vlag, een kaart waarbij een stuk van jouw grondgebied weg is, dan behoor jij als voormalig lid van de OAS te weten hoe zoiets in elkaar steekt. Ja, dan ga je naar de VN en je zegt, kijk, ik deponeer ook een kaart. 41 jaar lang hebben we het niet gedaan. Ja, dan deponeer je een kaart en je zegt, moet je luisteren, meneer de secretaris, generaal, Guyana claimt het, maar ik claim het ook. Dus er is een dispuut. Jij gaat bemiddelen voor ons, want wij zijn vredelievend. Maar dan zet je iets in werking. Dat is de looproute die je moet bewandelen. Niet anders. Dan kan je wel komen zeggen van, ja, maar in Nederland, dit, dat, zo en dat soort dingen. Nee, mensen. Het werkt niet zo, weet u. Mensen, dus met dat, hou dat in de gaten van wat die meneer Ramdien gezegd heeft. Ja. Laste mensen, weet je, zo weet je, Suriname heeft veel grotere problemen dan dit soort onzinnigheden. Dus laten we daar onze tijd niet aan verdoen. Maar laten we ervoor zorgen dat je, ja, ik probeer even Goy Ipsenang. Dat ding van Brunswijk, ja, ik vind dat zo een kolder verhaal. Het is een binnenlandse aangelegenheid van een soevereine staat in dit verband, het Koninkrijk der Nederlanden. En als die zegt van, moet je luisteren, kijk, mijn buitenlands beleid, ten aanzien van Suriname. Dit zijn mijn zorgpunten. Is mijn buitenlands beleid. Weet u. Als mijn buitenlands beleid niet met jou strook, ja, dan hebben we een dispuut. Dan hebben we een probleem. Ja. Dan ja, moeten we dat gaan oplossen. Hoe? Kijk, de vorige keer, ik heb u gezegd, dat ging om de EU. De EU was onverbiddelijk. Die zei, ja, daar komen we niet. Je bekijkt het maar, daar krijg je geen geld. En niets. Je moet niet vergeten, mensen, wanneer de CELAC, goed opletten wat ik zeg, goed luisteren, wanneer de CELAC komt vergaderen in het Caribisch gebied met de ACP-landen, weet u wie de ticketkosten en de hotelkosten betaalt voor al deze figuren die komen? Dat nou een takimko kruipie, Isabi? Nee. Maar je moet wel rekening houden van, moet je luisteren, oké. Okay. Je moet gigrani pegrani behoort te worden gegeven, Isabi. Dat nou een takje niet op moet komen voor je belang, natuurlijk. Maar je moet wel redelijk zijn. Want als je onredelijke dingen komt vragen, net als dat ding van Brunswijk. Brunswijk is een instituut van Suriname. Ja, nou, veel geluk met hem, veel geluk. Ja, maar je moet dat niet komen opdringen en opleggen aan ons. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat nog kan, weet u.
Mensen, ik ga naar een paar apps, ja. Sorry, want ja, je weet toch hoe ik ben. Ik ga zitten laveren tussen die dingen. Even kijken. Hi, kan de heer Singh wat uitleg aan de Surinaamse bevolking? Uitleg over vertellen wat is vervoerstoelage inhoud. Oké. Mensen, ik lees wat er staat, hè, Isabi. Even nog een paar apps, dan kom ik hierop terug, ja? Oké, goed zo. Vervoerstoelage, mensen, onthoud dat. Goedenavond, heer Singh. Een fijne uitzending. Ik denk dat Brunswijk druk achter Santokki zet, zodat Ramdien met dit boodschap aan de Nederlandse regering moest komen. Ik denk niet dat Ramdien dit uit zichzelf zou doen. Ik hoop het, weet u, maar hij moet zich niet onder druk laten zetten. Als je begint te chanteren en dat soort dingen, ja, dan wordt het... Is het eind zoek, weet u. De heer Singh, vergis u zich niet met de naam. U denkt dat het over de heer Benschop heeft, maar niet Bensdorp. Ik hoop dat ik het goed heb, Carmelita. Ja, Carmelita, je hebt gelijk. Ik haal het altijd door elkaar. Benschop, Bensdorp, weet u. Je hebt gelijk, weet u. Ik haal het altijd door elkaar. Even kijken. Meester Singh, u bent 20 jaar niet naar Suriname geweest. Is daar een speciale reden voor? Ik zou het Surinaamschap van u moeten ontnemen. U klinkt wel als een Jaja Sranamang. Wat doet u als Santokki u belt om beleidsadviseur te worden? Dan kunt u uw bijdrage leveren om ons land tot Dubai te maken. Groetjes, Wijnruid. Meneer Wijnruid, je drinkt wie? Ik ben 20 jaar niet naar Suriname geweest. Ik vind Suriname een levensgevaarlijk land, zeg ik u eerlijk. Ik ga u eerlijk zeggen, nou. Kijk, met dat politieapparaat daar zo, die politie, die... Kijk, nou, ik heb daar angst voor, zeg ik je eerlijk. Dat de man Sanimi, Isabi, moeilijk mee. Want ja, ik ben niet op mijn mondje gevallen toch, mensen. Weet u, als een politieagent me raar gaat behandelen, dat die tegen zo van Sanama, maar meneer... op een nette, deftige manier, hoor, Isabel. Ja, u mag dat niet doen. Ja, ik hoef u dat niet te zeggen. Ja, dan is het vraag om problemen. Vraag om problemen. Dus mensen als ik moeten daar voorzichtig mee zijn, Isabel. En ja, ik heb daar geen moeite mee. Maar ja, no man. Ik vind dat niet goed. Weet u, even kijken, hoor. Goedenavond, meester Singh. Santokki heeft gratie verleend aan moordenaar Boutersen op een sluwe manier. De deal is die moordenaar kan blijven procederen en komt niet in de gevangenis. Hij zal niet eens 20 seconden zitten, laat staan 20 jaar. Santokki en de krijgsraad hebben de nabestaanden en de wereld bedonderd. Santokki, je bent een schoothondje van die moordenaar. Je moet geen president zijn. Wegwezen. Je schoonmoeder helpen met baras en roti's maken, ja. Ik weet niet, weet u, of Santokki zo dom zal zijn. Ik hoop het niet. Maar ja, je weet nooit, hè, weet je. Meester Singh, regering Suriname op de bres voor Brunswijk. Willem van Nederland, respect en erkenning voor die moordenaar, kookdealer en voor drugs. Veroordeelde crimineel. Waarom zou Nederland hiermee moeten instemmen? Hij heeft geen eens respect voor zichzelf. Zelfs Albert Ramdien roept Nederland op om respect en erkenning voor dat beest. Ja, mensen, ik lees wat er staat, hè. Brunswijk zei Santokki en Ramdien, zet Santokki en Ramdien flink onder druk. Ja, dan willen zij onder druk gezet worden, mensen. Weet u, maar ik zou dit niet doen. Weet u, ik zou dit niet doen. Stem niet op de VVD. Maar niet zo'n mega propaganda bakken, jongens. Stem niet op de VVD. Niet omdat Rutte een allochtoon een stop wil. Maar omdat Nederland Rutte niet meer wil. Hij heeft alles kapot gemaakt wat voor het volk zeer dierbaar is. Ja, mensen. Ik ga je eerlijk zeggen. Wij ondernemers. We willen wel Rutte hebben, hoor. Dat zeg ik je. Want ja. Heeft de ondernemers niet in de steek gelaten. Maar ja, je hebt stemrecht, mensen. Maak een keuze. Boutersen wist zijn adres en beroep niet voor de krijgsraad. Hoe kan dat? Nee, ik had u al gezegd en verteld. Hè. Let op. Let op wat je zegt. Kijk, deze apper zegt.
Bouterse wist zijn adres en beroep niet voor de krijgsraad. Hoe kan dat? Dat is een strategie, mensen, een scenario. Het moment dat een rechter doorheeft dat de verdachte niet in staat is, ja, niet bij machten is om te weten en te beseffen dat hij berecht wordt voor een feit dat hij gepleegd heeft, moet, goed opletten wat ik zeg, de rechter de voortzetting van het strafproces stopzetten. Ja, no do dong. Bouterse is een sluwe vos. En ja, daarom heb ik gezegd tegen mensen als meneer Hoos, ik wil mijn mond houden, ik ga niemand adviseren, indirect, van hoe je dit ding kan aanpakken. Want ik heb me een paar keer vergist door te stellen van ja, maar ja, die meneer kan, hij is gewoon een dommerik. Weet je, want ja, if ja, een boel afkatinaar is, dan kan ik je garanderen dat Bouterse, ja, inderdaad vrij uitgaat. En je ziet wat er nu gebeurt, toch? Weet je, mensen, van moet je luisteren, kijk nou. Isabi San Bouter zo doet toch, oh eipel, oh pleitigheid, conquensie. En oh sabi, en nee, besef. Dan is het in de strafwetgeving gebruik, ja, dat de rechter het proces stopzet. Omdat de verdachte, ja, niet begrijpt dat hij berecht wordt. Weet je, mensen, hou daar rekening mee hoor. Noem me grap, ga er niet zomaar overheen. Wat diaspora, noem me kies maar jouw edigwe. Je moet doorprikken door dit soort dingen. Bouterse belazert het domme volk nog steeds. Dat 25 februari 1980 een revolutiedag is. En Adin en Parmisser doen met de moordenaar mee. Hij is krans gaan leggen en heeft gedemonstreerd zonder vergunning en zonder de coronaregels in acht te nemen. Waarom zegt Santokki niks daarover? U hebt gelijk, ja. Hij provoceert toch, weet u. Maar je weet toch, wij Surinamers willen slachtofferrol spelen. Kijk, eigenlijk dat hele ding van die demonstratie van hem, dat laat al zien. Kijk, en je moet dit niet onderschatten hoor. Brunswijk doet het ook in het binnenland, hè. Omdat, you know, reken dat een journalist love God up, hè. Tina binnenland, Google filmen, en die zeggen, ja, nou doen we, maar vaak worden er feesten, bijeenkomsten, alles wordt gehouden in het binnenland. Weet u, coronaregels worden gewoon genegeerd. Daarmee doe gewoon Tadewani, ja. Is een vrijgevochten bende daar. Is een vrijgevochten boel. Oké. Bouterse doet hetzelfde in de stad. Maar laat hem doen, mensen. Laat de wereld zien. Van, kijk nou, Boutaris en Bautisten wat ze doen. Boutaris en Bautisten. En ik vond het zo leuk dat hij dat zei, hè. Jullie hebben slim gestemd, toch, Isabi? Ja, mooi, maar kies hem mooi. Kijk nou, de man dat die slimme stemmers, de meid Derina film. En wat gebeurt er met Bouterse? Bouterse, ja, hij is overal, staring, annoite dede. Vervolg komt, ja, Bouterse 3. Weet u, hetzelfde wat hij met Shankar gedaan heeft. Hé, Jere, mim gweno, want nou, asano, panya, o baster, die met Shankar kon doen. De Shankar zit alles te paardeel, daarmee kom bakken. Weet u, daar refoi godoro. Ja, je hebt die domme mensen die terug willen naar de middeleeuwen, weet u. Ja, wat moet je doen, mensen? Weet je, dat is Suriname. En dan wil ik lachen tegen jou, nee, kom vooruit, hoe is dat niet? Ja, is jammer. Maar dat provocatie van hem, als je gaat reageren erop, weet u, je moet gewoon zeggen, kijk nou, wij zijn Surinamers en kijk wat Surinamers doen. Kijk maar zelf, weet u. Wanneer deze mensen straks ziek liggen in het ziekenhuis, dat op Bari zegt, ja, maar er is nog dit, die is nog dit, ja. Jij had moeten voorkomen, preventief. Mijn doelwinter. Bouterse maakt zich niet druk, want ja, iedereen moet op afstand blijven. In om Colombia. No. Jullie, de plebs, het gepeupel, les miserables. Hoe goed snap dat? Dat met Taki, ja, dat is dat niet. Ik kijk, je moet goed kijken naar de beelden. Tak, ja, blijkbaar hebben jullie niet zo slim gestemd. En daar lag iedereen, is net als bij de vorige keer. Toen hij die mensen zei van, ik wens jullie slapeloze nachten. Allemaal laffe klop. En ja, iedereen waar bij Pina, nog wat te frieten, notie. Weet je, ik gebruik dat woord frieten, hè, mensen. Ik wil dat het kwartje valt.
Isabe, de ma pina om een jaar in de Santeleki, Sanitelek noemde mijn pina. Weet u, dan met de kassan zo mooi. Brede prijs nog aan toe, merkie prijs nog aan. Ja, maar naar jou doen toch? Dat er een nieuwe regering zit, wil niet zeggen dat ik naar een nieuwe regering zit, naar jou. Dit zijn de naweeën van jouw beleid, weet u. Als je dat niet ziet in Suriname en je het niet begrijpt, ja, af en toe. Maar de wereld kijkt naar jou. En de wereld ziet wat er hier zo gebeurt, toch mensen? Even kijken hoor. Suriname is veroordeeld voor het schenden van mensenrechten. Suriname heeft er niet van geleerd. Zelfs de politie en de douane gaan nog steeds door met het schenden van mensenrechten. Ja, ja, daarom zeg ik van, kijk, als je me vraagt waarom ik niet naar Suriname ga, dan zeg ik, nee, kijk, Suriname is niet een land om op vakantie te gaan. Ondanks dat de meibare kari taki, die snang dat en zo, weet je. Daar moet je niet wezen. En ik zeg het als geboren Surinamer, hè, weet u, die uit Suriname komt. Ik raad niemand aan om naar Suriname te gaan, ben je gek. Bouterse belasten het domme volk. Nog steeds. Oh ja, dat heb ik al gelezen. Het geluid valt iedere keer weg. We kunnen niets verstaan. Oh, sorry. Suriname is een kookland. Militair en twee vrienden zijn aangehouden met drugspakket met kook uit Suriname onder schip in Hongkong. Het was verstopt in een postpakket met voedsel. Ja. Daar gaan we weer, weet u mensen. Even kijken hoor mensen. Hele mooie reputatie. Goedenavond meester Singh. Leuk om weer naar u te luisteren. Ramdin had geen tijd bij de OAS om wat te regelen. Hij was bezig met zijn secretaresse. Goedjes, Sila. Yo, Sila. Ietsje vermoeier. Hij kon op 26 februari zijn adres niet herinneren, maar op 25 februari kon hij alles haar fijn over de revolutie vertellen. Maar daarom met hij toch, dan kon naar rechter. Hoop ik dat de rechter zo slim is om te zeggen, dat ja, inderdaad, mevrouw M. Isabi, je hebt het goed gezien, dat ja, 26 februari. In mijn herinneringadres, maar ja, 25ste. Wist je wel welke adres je naartoe moet gaan en al die hele speech die je zou houden, heb je helemaal haarfijn onthouden. Dus mensen, het is leuk hoor. Ik ga naar die ene vraag van die apper over, als ik door wat uitleg kan geven over vervoerstoelagen, weet u. Even kijken, daarom moet de berichting zo snel mogelijk worden afgerond. Ja, ik ben het met u eens hoor. Maar, kijk, dat is een berichting hè. Hij kan in hoger beroep gaan en hij gaat in hoger beroep gaan. Daarom als hij goed luistert naar wat Boutersen op die massameeting heeft gezegd. Hij zegt, dit is de tweede keer hè. Je weet toch mensen, bij de vorige keer had hij ook een massameeting gehouden. Maar dat was in besloten verband op Facebook na de Sandati. Daar had hij ook gezegd, rustig, rustig, we gaan in 2 jaar. We gaan in 2 jaar, maar ik denk dat we komen gaan. Want dat doet hij hetzelfde net als bij Shankar, hè? Weet u, van ja, ik zal toch niet de klappen op Fumi, ik ga ruim een troep of Sami Miki. Dat moet je toch alles zeggen, boombaga. En ja, ik ga in hoger beroep, in die tussentijd ook. Nou ja, voor zijn rechter doen we een uitspraak, dan kom ik terug. Dat weet ik, Abrabaka, dat ja, zet ik de rechterlijke makken onder druk en ja, ze bekijken het maar. Mensen dat vervoerstoelagen, iemand vraagt me hier zo van, ja kijk, kan u er wat uitleg over geven? Kijk, dat ding met die vervoerstoelagen is van, kijk, je hebt dan een nieuwe regering en elke Surinaamse ambtenaar, ik kies van vervoerstoelagen om naar het werk te gaan. Dan moet niet dat je bij een bus, denk was dat niet. Verpleegsters, hier krijg je een vervoerstoelage. Ze krijgen trouwens ook kledingtoelagen, weet u. Dus wat krijg je? Je krijgt een toelage dan. Om jou, bovenop je salaris, dan kan je naar het werk gaan, je kan je kleden en al dat soort dingen. Ja, oké. Maar wat is met dat vervoerstoelage gebeurd? En daarom zeg ik mensen, kijk nou, we moeten met een hele heldere kijk naar zaken kijken. Helder, nuchter, weet u. Zonder aanzien des persoon. If one man is doe weer, moet je hem aanpakken. En goed zeggen, ja, maar
ik vind het toch een beetje sluw overkomen. Snap je? Dat met die vervoerstoelagen. Je geeft de ambtenaren, de verpleegsters, de politie, allemaal krijgen vervoerstoelagen. Ja? Nu kom je bij de ministers. Maar bij ministers heb je een probleem. Want als een minister gaat onderhandelen of gaat praten met andere mensen. En je weet toch, kijk, ik neem weer die man, meneer Ramdin. Meneer Ramdin is minister van Volksgezondheid. En ik ga gewoon een naam noemen. Je hebt een man, meneer Guillermo Samson. Meneer Guillermo Samson is vreselijk teleurgesteld. Hij wil kiezen een functie, maar ja, aan een luk. En hij zou een functie krijgen bij Volksgezondheid. En ja, dus daarom is hij de gebetenhond. En dan, ja, hoe heet het, meneer Ramdin is daar zo minister. En ja, het boter niet goed, omdat hij maar nog kiezen functie. Dus ja, wat gaat hij doen? In plaats van potjes reflecteren, want bij die jamang, amai go val aan. Weet u? Maar wat krijg je nu? Op Chima is aan Sandati. Dat Chima, dat je ook over nou napraten en nadoen. En we hebben het meegemaakt, toch mensen? Kijk, sinds het aantreden van Santoki zijn er, ik meen, 3 keer, hou me te goed hoor, maar 3 mensen zijn al in die korte periode opgestaan en gezegd van ja, ik bedreig hun met de dood. Weet je? Dus wat krijg je? Zo'n minister en zo'n president. Het gaat een diepe schande worden voor de, hoe heet het, voor het land Suriname. Wanneer zo'n burger zijn eigen mensen, die gekozen zijn, gaat vermoorden. Snap je mensen? Daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus, wat krijg je nu? De veiligheidsdiensten moeten deze mensen gaan beveiligen. En dan wat krijg je? De beveiliging, die eist dat hier nou. Als je een man is, een Chito Toyota, of een Suzuki, of een Sunny, dan moet je maar garanderen beveiliging van man is. Wat heeft de man op? Gewoon de man begint toe. Je hebt laatst gezien toch, iemand is opgepakt omdat hij een vrouw uit een bosjaas, de mekaar, gewoon een man dok in een boesmoesie, een man op een gomfaya, pinfaya, zoet op een vrouw, verwonde vrouw. Snap je mensen? Dus, om een kort verhaal lang te maken, ministers moeten beschermd worden, de veiligheidsdiensten zeggen, kijk, die mensen moeten een speciale auto hebben, dan kunnen we de veiligheid garanderen. Ja? Maar die auto's kosten 85.000 per maand, omdat de regering, de vorige regering, heeft alle auto's weggenomen en weggegeven. Dus ministers hebben geen auto's meer. Maar de vorige regering heeft deze eigenlijk dezelfde auto's aan politieke vrienden gegeven. Dat keer nog, kom ik maar money. Queens de man. Wat doen ze? De man tegen een bedrijf, die dat keer nog. Je jura sem wat je die ziet. Een nieuwe minister die ziet. Hij actie maar 85.000. Ja, in het begin moest men daarmee gaan meewerken. Want het was een contract dat de vorige regering had afgesloten met deze politieke vriend. En dan wat krijg je nu? Kijk, pacta sunt servanda, zeggen we in het Latijn. Hè? Je moet je overeenkomsten naleven. Ik ben een overeenkomst aangegaan met jou. Ja, ik moet me daaraan houden, anders moest je die overeenkomst niet hebben afgesloten. Maar wat krijg je nu? Die 85.000, de regering, Santoki zegt van, moet je luisteren, kijk nou. Ik, min of een paar jaar, 85.000 euro, die is geautoriseerd. Weet je. Dus wat ga ik doen? Ik ga het risico nemen, ik ga die minister vragen, dat hier nou. Misabi tak yunabi beveiliging. Nena out of you. Ja. Maar omdat we una money, min of een paar bij meer dan 10 mensen, een vervoerstoelage van 85.000 per maand. Mensen, Terino, 10 ministers, ja? Dus voor die 10 ministers moet je bijna 1 miljoen al gaan betalen. In Suriname zijn er meer ministers dan 10, Isabi. Maar moet je meer dan 10 miljoen betalen. 12 maanden is meer dan 12 miljoen Surinaamse dollar. Met die 12 miljoen Surinaamse dollar
kan je een hoop dingen doen, want je bezuinigt. Ja, maar wat krijg je nu? Santokki heeft dan voorgesteld, de regering, Santokki Brunswijk heeft voorgesteld, takiere, Usa schroeva beveiliging op voor jou. Ja, dat er extra mensen komen. Maar geen moderne voertuig of voertuig die goed gebouwd is. We actie jou, takiere, je poenuno, minister, rijkonanga jou egi wagi, dat we gieuw een vervoerstoelage van 15.000 SRD. 15.000. Dat was die vervoerstoelage. En dan zie je dat verschil toch. Als je 85.000 hebt en 15.000, zit er een verschil van 70.000. Ja, 70.000 toch mensen. Reken uit. Meer dan 10 minister meer, is meer dan een miljoen. 12 maanden is ook 12 miljoen. Je bespaart. Maar wat zie je gebeuren nu? Die politieke vriend die deze auto's verhuurt aan de regering, die gaat zijn mannetjes in het parlement opbellen en zeggen, hé, hey, Jereno, maar laat mijn inkomsten, jongen, van wat doen. Isabi. Dus ja, ik corrigeer je meer. En toen kreeg je dat debat in het parlement. En ja, het ging er hard aan toe. En dan denk ik, ik kijk ernaar. Kijk, Lukuno, kijk, als het inderdaad waar is dat ja, die politieke vriend per auto verhuur aan die minister 85.000 vraagt. En de regering Santokki Brunswijk zegt, ja, ik ga dat niet betalen, sorry hoor. Ik betaal jou 15.000, weet u. En ja, ik betaal die politieke vriend niet, de hel met hem. Want het is veel te duur, 85.000. Jij komt met je eigen auto, minister, en je krijgt een vergoeding van mij, weet u. Ik heb je laten zien, kijk, met een koers van 14.000, 15.000 is 1.000 euro. Ja, 1.000 euro, 30 dagen, delen door, hoe heet het, die 1.000 euro, dan is het gemiddeld 33 euro per dag, wat je die man aan vervoerstoelage geeft. Mensen, hier, if you man terip, chinzo. Dan weet je dat ja, het een schijntje is. Maar in Suriname ging men focus alleen op 15.000 boven de salaris van ministers. En toen was het debat weg. Men zag het niet meer. En iedereen werd opgestoken en ja, beïnvloed naar de standaardie. En kijk, zo'n prachtige bezuiningsmaatregel. Alleen maar om een politieke vriend te beschermen. Hebben die mensen dit gedaan? En wat heeft de regering gedaan? Ja, hier en nou. Kijk, ik kom naar het parlement. Ik heb de meerderheid, maar ik ga niet doordrukken. Ik ga niet doordrukken. Want ik kon ook zeggen van, ja, er zit een man in Nederland, daar zo Rotterdam, tegen me altijd, dat ja, you better start acting like your president. Ja, dat kan, dat hij dat van me verwacht, maar ik doe het niet. Ja, luister, ik luister naar het parlement. Willen jullie niet? Goed. Dan, me la samoni. Wel, Samoni, Walamala. Wie is de grote verliezer? Suriname. Isabi. En dan, je kan gebruiken altijd, ja, maar ja. Boutarissen, Boutissen, Parmisser, Bova, Adin, Sang, Friedzaam en Sadi. Dit soort figuren, kijk hoe ze dat land door blijven vernietigen. Weet u? En dat is dat ding met die vervoerstoelagen. Dat is dat probleem. En als je het niet ziet, ja, dan heb je een probleem. Kijk, datzelfde gedoe met die surfen. Weet u, als je in de wetboeken gaat kijken van Suriname, is het één rommeltje. Ik heb gezegd, een notaris met een programmamaker is geweest en heeft een paar uitlatingen gedaan. Heeft ook gezegd van ja, het wetboek van koophandel is van toepassing. Ik haal uit die wetboek van koophandel uit. Artikel 33 zegt van ja, wanneer de staat een oprichter is of een medeoprichter. Want kijk, je moet het zo zien. Hè? Suriname gaat een bedrijf als NV-oprichter surfen. Maar dan kan je ook zeggen van, moet je luisteren, diaspora, bank hier zo. We nemen een Nederlander, van Suriname, een Surinamer van Nederlander, Nederlandse afkomst. We dachten, kijk, er is een NV, kom participeren. Dat wil zeggen, er zijn twee mensen nu. Eentje uit Nederland en één uit Suriname. Ja. Dus de staat Suriname is dan medeoprichter. Want er zit ook een oprichter hier. En dan gaan we zo samenwerken.
de Nederlandse staat en de Belastingdienst, die weet ervan, die gaat de regels strikt naleven, weet u. En in Suriname doen we dat ook. Is toch prachtig? Het boek van Koophandel zegt ja. En dan hoef je geen notariële akte te hebben, weet u. Maar nu krijg je een discussie in het parlement van, moet je luisteren? Nee, dat ding is foutenboel, die staat in en dat soort dingen. Weet u, een hele debakel erover. De regering zegt gewoon, hé, luister naar Brada. Ik kan het doordrukken met mijn meerderheid, maar ik kan dat ook zeggen van, ik luister naar jullie. Weet je het niet? Dan doen we het niet. Maar wat zie je weer gebeuren? De handelaren in Suriname, mensen als Chotelal, Mangli, Doekie, al dit soort dingen, Sarju, die willen niet dat er fresh capital, legaal geld vanuit Nederland naar Suriname komt. Dat wil men niet. We moeten deze politieke vrienden van Boutersen, van die voormalige regering, weet u, kijk, al deze mensen zaten daar. Snap u? Dus Dilip Sarju, dat is in Afgosko bewijs. Die zat bij dingen. Chotelal zat bij Boutersen. Weet u, Mangli zat ook vroeger bij Boutersen. Ja, Doekie is lastig, mensen. Isabidi. Een collega uit Pavo voor de money voor Sani. Ethanolfabriek, laat hij ons dat komen. Ik hoop dat programmamakers. Tjus, de hoorde katite, de takang in tak. Hé, jongen, Doekie, van wakker, jongen. Ja, mama in Rotterdam, met altijd takie. Ik voer een money voor ethanolfabriek. Ik kan leggen uit, Isabidi. En dan moet hij zeggen, ja, ik ga naar de rechtbank. En dan zeg ik, goed zo, dan gaan we het helemaal publiceren. Van jou, wat je destijds gedaan hebt met die ethanolfabriek. Maar dat is dingen. Het gaat erom, van kijk, dat ding van surfen. Die mensen die daar, die handelaren in Suriname, de zakenlui, die willen dat niet. Die willen dat deze regering, Santokki Brunswijk, hun zwart geld gaat zetten in dat investeringsfonds. Denk aan die zwendel met Oppenheimer, ja? Weet u? Dat zij dat gaan doen. En dan, hoe heet het? Dat geld dan op een of andere manier wit wordt gewassen door deze regering. En dan in de omloop wordt gebracht. En zo hebben ze hun zwart geld gewoon wit gewassen. Maar if you can, legaal geld dat vanuit Europa goedgekeurd is en gezegd is, hey, dit geld is legaal, ga er projecten mee uitoefenen in Suriname, met een hoop controlemechanismen en controleinstrumenten ingebouwd in die oprichtingsakte, en zekerheid voor de mensen die investeren, dat wil men niet. Libisma no wana sandati, dus we willen geen helderheid en duidelijkheid. Dus je ziet het weer. De regering stuit op dat. En die Santokki heeft gezegd, een kankergezwel, ja. Ik heb dat ook genoemd door mensen in mijn programma. Dat woord kankergezwel in Suriname. Maar je zit met die handelaren. Kijk nou, wanneer je ziet de VES, de Vereniging van Economisten, toch? De ASFA, de. En vooral vakbondsleider heb ik genoemd. Hè? Maar die in mindere mate, omdat ja, Isabi Efigiremawang. Op Timoni de man breekt die zodanig Isabel. Maar goed, die grote organisaties, de Vereniging van Fabrikanten in Suriname, naar de Wandati, weet je, deze mensen zijn allemaal handelaren. Allemaal handelaren. Kijk, die Gambio-houders ook, zijn allemaal handelaren. Weet je, al die banken, die commerciële banken, van Hakkerend Bank, Fina Bank, Amana Bank, Godo Bank, weet je, DSB Bank, zijn allemaal handelaren. Je zegt, ja, maar het zijn banken. Ja, maar daarnaast doen ze een lokroek te doen. Je hebt, kijk die autodealers in Suriname, kijk die casino's, weet u. Deze mensen willen niet dat er fresh capital binnenkomt. Dus ze gaan de NDP en de bevolking en de social media. Ik heb altijd gezegd, mensen nemen me kwalijk van social media, zwakzinnige, want je kan het onderscheid niet. Wat wel nu, geen fake news is en wat wel fake news is, je kan het niet, je kan het onderscheid niet maken. Weet je, mensen gebruiken dit soort social media om je te beïnvloeden. En dan kijk, net als dat ding van die vervoerslagen, kijk met surfen ook, weet je. Dus
Wat ik zie is dat deze regering zich probeert los te werken uit de klauwen van de handelaren in Suriname. Maar het lukt niet makkelijk, omdat de bevolking, want je is eerder Pikeo Kombaga, corrigeri. Dus dat is die dreiging toch? Want kijk, het is niet leuk dat een land dan in sociale onrust is. En daarom heb ik gezegd, kijk, Santoki moet openlijk met die bevolking praten van moet je luisteren mensen, kijk nou. Ja, man, man, dat ben je. Bouter zei, komt op 5 of 9. Amerika prijs op, no? Abrede prijs op, ja? Ja. Maar nou, je doet toch? En hoe je doet? Ja. Nee, man, de president, toch? Die ben de president, dat ben je. Ja. Weet je, maar de, het moment dat Santoki en dingen, hoe heet het? Brunswijk. De Gona Centrale Bank, dat is Furakas money, dat is Tika money, dat is Google Pay, Nyanang en Brede. Ja, de Gideman in Isabitaki hier, 5 cent. Ja, dat Brede prijs neemt omhoog. Maar je moet die snode daad die daarachter is, die moet je niet ontkennen. Je noemt doe aan dat, Isabit. En als ze dan maar zei, doe aan Minyan en Brede, om 5 cent, en die Pi Brede. Maar nee, begrijp, dat ja. De man lassie om in die money. Kasreserve. Want ja, brood is een voering samen met een hoofddraad. Weet u, het idee, kijk naar nou meneer Ramdini van grote mond. Laten we eerlijk zeggen, kijk, prakseer boeng voordat je kwebbel openmaakt, je grote waffel. Prakseer boeng, ja. Suriname heeft instituten dit en dat. Ja, leuk. Maar al die instituten van Suriname zijn totaal vernietigd. Zijn beschadigd, zijn besmeurd, weet je. Kijk maar naar die hele financiële wereld van Suriname. De commerciële banken, die zijn op sterven na dood. Wij zijn eigenlijk failliete banken. Ze kunnen niet eens een goede service bieden aan, hoe heet het, hun klanten. Omdat er geen geld is. Ja, die Gambio's, dat is een en al troep in Suriname, mensen. De regering weigert ze aan te pakken. Bouterse weigert ze aan te pakken. Santoki nu ook. Handelaren. Snap je, mensen? Kijk naar de centrale bank. De governor zit in de gevangenis. De directeur zit in de gevangenis. Een van de directeuren, mevrouw Fossiel. Een andere directeur. Daar wordt het hand boven het hoofd gehouden. Mevrouw Geduld, ja. De financiën, minister is weg. Meneer Putter heeft hem gesmeerd. Weet u, we zoeken ze allemaal. Hoor. Ja, ja, mensen, we zoeken. We zijn zo druk bezig met zoeken. Weet u, ja. Wie houdt wie voor de gek, mensen? Snap u? Ik hoef je niks te zeggen in deze regering. Hoeveel ministers zijn niet weg omdat ze gestolen hadden? Snap u, mensen? Dus, ja. Kijk nou. Dat je kan komen op een podium. En die mensen die een beetje een lage IQ hebben, laag geletterd zijn, laag geschoold zijn. Je kan ze beïnvloeden. Natuurlijk kan je ze beïnvloeden. Weet je, die komen Arkie, hoor, die zijn niet dat zeiden. Ja, door jouw beleid zijn deze mensen in armoede geraakt. Terwijl als jij continuïteit van beleid had bepaald, had geregeld in Suriname, was het andere koek. Maar je hebt al die dingen. Inkomsten van Suriname. Je hebt alles helemaal kaal gevreten. Net als springkanen. En dan voor Paiden Paiman heb je alle rijkdommen van Suriname. Die dat Surinaamse volk. December zei Lonaibaka. Zei Pina, zei Takde, Derina, Philip. Heb je weggegeven. De royalties van IM Gold, van Newmont. Ja. Zijn allemaal verpand. Sanamamba gaat toch, hé, Pantoso. Ja, Sanamba naar Pantoso. Mijn panten is aan de tijd toch, Isabi. We go pan go to toch ook toe altijd. Bangalone mensen. Oerguent heeft Sanamba. Mensen, ik had hier heel andere dingen bepaald. Ik hoop dat ik dat ding van die vervoerstoelage heb uitgelegd en dat u het begrepen hebt. Weet u, maar zo niet, dan hoor ik het wel. Even kijken, bij volksgezondheid zit Ramadien. U zei Ramdien, hey, sorry. Goed zo, mevrouw M. Help me om mijn programma beter te maken, dat ik geen stommiteit zeg, hè. Weet u, meester Stu, die is onderweg. Oh, dit is internet, dingen. Hij is binnen een half uurtje. Zou u hem op kunnen wachten?
dank u wel. Oké. Okay. Maar moet je luisteren, mevrouw. Isabé heeft mijn kiesma moeten naar jouw paieng. Want ja, even manco laat hij. Ik heb nog gevraagd om eerder te komen. Hij is niet onderweg. Moet de tram nog pakken, groetjes. Oké, okay. Ik wacht op hem. Dan heeft de luisterpubliek van Stamvaste dingen, hoe heet die? Een hele mooie nacht voor de boeg. Weet u. Goedenavond, meneer Singh. De minister van Volksgezondheid heet Ramadien. Ramadien is Bibes. Ja, ja, goed zo. Goed zo, goed zo, mensen. Je ziet, samen maken we het programma, weet u. Wie dat schrijft hier, maar in de stad hier, Ramadien, Gayadien, Ramadien, weet u. Alle soort dien, Isabi Jamaluddin, Samsuddin. Je wordt er helemaal knettergek van. Brunswijk heeft al 2/3 van het binnenland in beslag genomen. Nu wil hij het laatste deel ook nog in beslag nemen, zodat de mensen niets meer hebben. Ja, als die mensen zo dom zijn om achter hem aan te lopen, ja, laat ze doen. Laat hij doen, weet je. Kijk naar die boutaris en boutisten, waar zijn ze nu? Terug bij af, toch? En dan kan je ogen en je oren sluiten om te zeggen, ja, maar dat staat ook in mijn koepina. Ja, ga maar door. Ga maar door. Even kijken hoor. Als Bouterse weer in hoger beroep gaat, dan kan hij dat in de gevangenis afwachten. Ja, we hebben een rechter nodig die die uitspraak doet. Dan kan hij dat doen. Dat hebben diverse topadvocaten onder meer, minister Gerrit Spong, ook al gezegd. Dat gebeurt in Nederland ook met criminelen. Ja, kijk nou. Het is waar wat u zegt. Een rechter moet dat uitspreken om te zeggen, moet je luisteren, kijk, ik heb uitgebreid aandacht besteed aan jouw zaak. En ik vind dat je nu moet gaan zitten, weet u. En kijk, je moet niet schrikken. Dat is het allermakkelijkste gedeelte. Want als je technische assistentie vraagt, voor die reken, amman die ziet daar Santa Boma, en op die onderbroeko, weet u. Dus dat wat Surinamers jou willen wijsmaken. Dacht ja, maar dat denk ik ook, ik kan maar nog eens zien. Ja, Surinamers hebben een grote wafel, mensen. Ze hebben een grote wafel. Te wang groepjes mag go. Dat want niet dat de man grabba man poti. Nooit die sabi, man die wiki, dacht ja. De man poti van foto. Kijk wat met die no-bouters is gebeurd. Ook die man toch, voor CTU, counter-terrorism unit. Wat kan een boombie gong en regering naar de zandertie? Je ziet. Van de kiesento, weet u, dus dat van dat, ja, als een rechter dat uitspreekt, meneer, dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Niets gaat er gebeuren in Suriname, weet u. De Surinamer is niet trouw aan niemand dan zichzelf. Even kijken hoor. Na regering Santokki komt er geen enkele Hindustanse president meer in Suriname. Santokki heeft alles verpest met zijn vriendjespolitiek, ja. Dan moeten wij het gaan doen, mensen, weet u. Even kijken hoor, hier zo. Goedenavond, meneer Singh. Uw telling van wat de wagens betreft, heeft president Santokki de toelage alleen voor hem opgezet, want hij alleen gaat met 12-13 auto's op pad. Zie hier geen bezuiniging. Je weet het al, ja. Daarom moest je hem onder druk gezet hebben. En ja, je bent vang in toch dat ik dacht, ja, maar ik ga met mijn eigen auto. Maar dat hebben we nagelaten. En nu, hij is dom. En daarom zeg ik, kijk hoe sluw hij is. Weet je, ja, meneer, ik ben naar het parlement gekomen. Ik heb je een voorstel gedaan. Je hebt het weggestemd. Je hebt het weggestemd, je wilde toch niet. Weet je, hij gaat jou daarmee bombarderen. Is hetzelfde met wat wij doen, hè. Weet je, dat je lokt een uitspraak uit van iemand. En dan ga je die persoon daarmee confronteren. Is net als Bouterse toch. Weet je. Bouterse zegt openlijk tegen die mensen van hem. Je lokt het uit toch. Van, hey, je bent stemboet toch. Je hebt toch slim gestemd. Lukasamitino. Weet je. En dat lok je uit van hun. Om hun erop te wijzen. Dat ja. You take me pakket nyang. You take me money nyang. En Lukasai doe. Ja. Santokki komt met 12-13 auto's ja, op pad, loeiende sirene, al dat soort dingen, Brunswijk ook. Ja, weet je mensen, kijk nou.
vervoerstoelage. Wij hebben het goedgekeurd, net als de politie. Ja, we hebben het goedgekeurd in het parlement. Meneer Amoks is geweest en gezegd, hé, hier nou, Bradagansa, de man die zich niet voldoet aan de eisen. Ja, de eigen mensen binnen de ABOP-gelederen, Belfort en Brunswijk, hebben gezegd, ja, je bent weliswaar een minister van ons, van ABOP, naar Unupoti, dat ben, maar ja, je ziet een schooltoerist en niet voldoet aan de voorwaarden. Zij gaan gewoon door. Ze blijven. En als je niet loopt, dan ben je. Maar denk het aan. Tegen de man die zijn fonds, maar mishandels, maar bedrijfs, maar moet je niet klagen. Jij moet niet klagen. Ja? Dus wat ga je krijgen? Jij moet dit ding doorzien, mensen. Weet je wat er gebeurt? Even kijken hoor. Meester Singh, u denkt toch niet, ook niet, dat de grootste rijstboeren rijk zijn geworden van de rijksexport? Nee, natuurlijk niet. Weet u, dat is niet waar. Die rijstboeren, dat zijn de grootste criminelen in Suriname. Dat moet je daar nageven, weet u. Dat is gewoon een feit. En ik heb dat ook vaak gezegd hoor, mensen, dat dat zo is. Dus ik heb daar geen geheim van gemaakt. Maar mensen, luister nou. Ik ga op mijn collega wachten. Maar ik ga wel afsluiten. Want ik ga overdagen aan hem. Meneer Stuart. Aan een Stuart getrouwd hoor. Isabel, maar Stuart het hart. Die komt en die gaat jullie met Soul Night bezighouden. Minus een volgouwen zo. Het is een avondklok. Volgens mij ook tante mantik. Maar ja, laat hij jullie bezighouden, mensen. Mensen, ik ben begonnen door dat ding van Ramdien te zeggen. Van ja, aan mijn begin klagen dat ja, Nederland moet zich gaan aanpassen aan de situatie in Suriname. En de vice-president gaan respecteren. En alles. En ik zeg, is allemaal Kolder en Larry Koek. Weet u, wat jij doet binnen New Nigeria en Albina, dat is jouw zaak, brada. Daar bemoeien we ons niet mee. Maar zodat je grens overschrijdt en jouw wil op jouw dingen wil leggen, wat heb je ons te bieden? Om te zeggen van, ja, kijk, als je onze wil niet overneemt, dan neem je dat niet. Je hebt niks te bieden. Je bent nobody, je bent een loser. Ja, het is vreselijk vandaag voor Surinamers om te stellen dat dat Kondre P. geboren. Ja, bij je pa geboren, je grandpa geboren. De konvo voor je moppo. Dat je vandaag in een microfoon moet zeggen, Suriname is een loser. Is een loser. Maar we hebben wel een grote waffel, een grote kwebbel, om dit soort dingen te eisen. Weet u, dus ja, ik zou zeggen tegen meneer Ramdien, en geen fout maken aan een Ramadien. Ramdien, ja, weet u. Oké, dat is één. Die man komt met een ander geklets over dat kaart van Suriname. Ja, we hebben de ambassadeur ook op het matje geroepen en gezegd van, jongen, wij kan een soort van kaart. Ja, omdat jij stom bent. En ik ga ervan uit van, ja, jij hebt gezegd, je hebt gewerkt bij de OAS. Dan moet je toch een klein beetje kennis hebben van international public law. Weet u, kijk maar naar Guyana. Guyana doet zijn dingen op een hele correcte manier. Dus Guyana zegt wel, moet je luisteren, Tigris van ons, ja. Kijk maar, ik heb mijn kaart gemaakt en ik heb mijn kaart gedeponeerd ter bestemde plekken. De VN, VN hier zo, alsjeblieft. Als je zei van, kijk, is dit Guyana? Ja, oh ja, zo, daar loopt het. En daar, en daar, en daar. Ja, Suriname heeft 41 jaar nagelaten om een kaart te maken. Waarom? Glis had geen geld. Je hebt het gehoord van Misikabato. Glis had geen geld. We hebben niet geïnvesteerd. Jongen, jongen, met kaarten. Waarvoor? Tide we bari. Tide we bari, mensen. Je bari, dat hoort niet, dat kan niet en dat mag niet. Weet je, we hebben het zelf gezocht. Maar mensen, kijk nou. Dat was dat ding van Ramdien. Laat die voorzichtig zijn, weet je, daarmee. Ik heb je laten zien van meneer Sharman had het ook gezegd. Van moet je luisteren. Nou, kijk, sedert 69. Aaron heeft geweigerd om grenzen te gaan regelen met de Nederlandse staat. Omdat, ja, kiesmonie, geld, mensen. Onze onafhankelijkheid. Weet je, is vreselijk misgegaan omdat mensen verblind waren door geld. En nu, aan het einde van de rit, zijn mensen, 21, ook blind voor geld. Weet u. Maar, mensen, ik hoor de deurbel, dus
even resumeren. Maar even, ik ben zo bij u terug, ja? Eén momentje. A journey to the rainforest deep in the Amazon, a true adventure, fascinating beauty of a lost nature you've never met before. A jungle excursion with native kites, traveling by dugouts. Ja, mensen, daar ben ik weer. Ja, ik ik weet niet meer waar ik gebleven was. Maar wat ik gezegd heb, van moet je luisteren, kijk nou. Dat ding van meneer Ramdin, ja, dat is niet diplomatisch, mensen. If you do next, dan moet je je nergens op kunnen beroepen ook. Want daar heb je geen recht van spreken. Maar ja, dat is Suriname. Iemand had me gevraagd over dat ding van die, hoe heet het, die vervoerstoelage. Ik hoop dat ik het naar behoren heb uitgelegd. Want ja, het is een hele moeilijke kwestie. En ik heb je ook uitgelegd van, moet je luisteren, kijk nou. Suriname zit in de klauw van handelaren. En dat raak je niet zomaar kwijt, mensen. Weet je, iedereen wil zijn belangen gaan beschermen. En ja, dat levert de nodige problemen uit, want ja, op, weet je, want ja, het Anego, de mannen van Las Demonis, ze willen doorgaan met dat ding. Vandaar dat je die problemen krijgt met surfen, dat soort dingen, die niks doen. Maar wie zijn wij mensen? Het is Suriname die dat moet gaan oplossen. En ja, als je dat niet wil oplossen, ja, dan kunnen we jou niet helpen, mensen. Mensen, dat gezegd hebbende. Ik ga ermee kappen. Ik zie jullie aanstaande zondag weer. Om 1:00. Dan ga ik u proberen van het nodige informatie te voorzien. Een prettige voortzetting van jullie avond nog met meneer Stoep. En ik zie nog een hele laatste appje komen van meneer Ron. Even kijken hoor, mensen. Meneer Sien, je hoeft toch niet helemaal naar Wassenaar te rijden, toch? Anders riskeer je een boete. Ik, ja, Ron, ik zeg je lekker niet waar ik woon. Sorry. Maar, hoe heet het? Mensen, ik kap ermee. Ik ga jullie in veilige handen achterlaten. Meneer Stuart gaat jullie overnemen. En ik zie jullie aanstaande zondag weer. Bedankt voor jullie apps. En ja, een prettige voortzetting van jullie avond. En ik zie jullie zondag. Aanstaande om 1:00. Have you ever dreamed of a journey to the rainforest deep in the Amazon? Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.